Goedemorgen, jongens. Jongens en meisjes, het is vandaag tijd voor de maandverwachte video over alle neurguns die ik hier in huis heb. Gaan ze eigenlijk nog een keer allemaal bekijken en kijken hoeveel dat ze echt waard zijn. Gewoon even checken hoeveel geld dat er eigenlijk in deze dingen zit. Ik ga het even laten zien. We gaan beginnen met de kleintjes en dit is wat er nog gaat volgen, jongens. Stay tuned. We hebben Amazon openstaan, dus het komt allemaal goed. We gaan alle prijzen moeten checken online. En we gaan beginnen met wat ik denk de goedkoopste is. Deze. Dus geen Nerf en geen X-Shot. In een hele collectie zitten vooral Nerf dingen, maar ook een paar X-Shot dingen natuurlijk. Het beste zijn soms van X-Shot, dat moeten we eerlijk toegeven. En de goedkoopste natuurlijk ook altijd. In de vorige video had ik gekeken hoeveel dat ik persoonlijk had uitgegeven aan deze dingen. Maar nu wil ik eigenlijk gaan kijken hoeveel dat ze nu waard zijn. Als ik ze nu zou willen verkopen, hoeveel heb ik dan zeg maar hier liggen? Dit is wel nice, je kunt er zo'n dart van boven insteken. Maar je schiet niet zo heel hard. In vergelijking met deze andere pistoltjes hier. Maar goed, moeten we even gaan kijken. Oh, dit is hem. Oh, nee, ja, hier, dit is hem. Maar dit zijn er twee. 14,95. Ja, ik heb even een papiertje nodig. Ik moet al die shit opschrijven. Eens even kijken. Mooi papiermokje. Heb ik een pen nodig? Shit, moet ik weer opstaan. Ja, dan. Ja, dat pen. 15 euro gedeeld door 2. 7,5. 7,5. Top, op naar de volgende. Ik heb twee van deze. Deze zijn wel origineel van Nerf, maar ik ga even kijken. Nerf Alpha Strike Stinger, oké. 8 euro, wat 2 keer 8 euro is... 16. We zitten momenteel al op 16 plus 7,5. Dat is... Laat het maar weten in de comments, ik kan niet rekenen. Mijn laatste pistooltje is deze. Deze is van X-Shot en deze vind ik persoonlijk het beste. Deze schiet zo hard, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal, ja. Ik weet dat ik hier persoonlijk 4 euro aan uitgegeven. Ik vind het nergens, hè. Goedemorgen. Ja, nee, dan schrijf ik gewoon 4 op. We zitten nu op 27,5. Maar ik ga even wachten met het samentalen, want dat gaan we houden voor op het einde. Stay tuned tot op het einde, jongens. We gaan nu over naar de iets grotere. Ik ga ongeveer van klein naar groot werken. Ik heb hier de Nerf AccuStrike Falcon Fire. Deze zat ook nog in de vorige video. 2879. Dat is teringweel. Dit schiet, by the way, niet zo heel hard. Maar het coole is dat als je dat zo openklikt, dat je zo... Next one. Dingen schieten zo fucking hard, hè. Hier, zit onder de tafel, hè. Dat zijn 4 dingen, dus dat is wel kut. 20 euro derde door 4, jongens. Wat is dat? 5. De volgende. We gaan er snel door, hè. Deze is al een beetje groter. Maar hij is ook kapot, want het ding draait zeg maar niet meer om. Hij doet het niet meer. Elite 2.0 Commander. Eigenlijk hier zelf een 15 euro of zo heb aan uitgegeven. 9,97. Bro, ik ben gescamd. Ik ga er 10 euro van maken. Oké, dat is ons eerste verlies. Nerf Elite Spotfire. Maar hij zit hierbij. Ik weet wel dat ik dit kleine pistool ook heb. Ik heb deze ook. En die heb ik ook nog. Deze. Ik heb deze 3 samen gekocht. Die zaten samen in één verpakking. En ik denk dat ik er 12 euro voor gegeven heb. Deze alleen. Hier staat al voor 21. Voor 22 euro. Dus ik ga dat al bijschrijven, jongens. Hier staat 34, 36. Stel je voor dat dat grote ding de helft is. Dus dan heb je 17 euro. 17 euro. En dan moet je 17 verdelen onder die. Waarvan dit kleintje waarschijnlijk nog minder waard. Dus 17 euro. Dat deze dan 5 euro is. En deze 12. Dus dan pakken we 12 euro. Jongens, I don't care. Ik kan die dingen verkopen voor 12. We hebben deze, jongen, op. In mijn gezien zit hier ook nog ergens in, maar deze, de Battle Scout, dit is eigenlijk, ja, deze wordt al heel lang niet meer verkocht. De enige van de modular series die ik heb, wat ik eigenlijk heel spijtig vind, want deze zijn best wel cool. Er zit ook zo'n stok ding op en je kunt hier van boven iets bij steken. Volgens mij kan deze wel wat opbrengen, hoor. 100. Jongens, dat is wel, oh hè. Is dit onze eerste Big Fish? 115 euro? I don't care, jongens, ik ga het er gewoon bij schrijven. Deze ziet er wel cool uit, oh, ik wil deze wel hebben eigenlijk. 28 euro, jongens. Like de video en dan koop ik die. Next one. Ik heb ze in mijn vorige video ook bijgestoken, dus ik ga dit nu ook doen. De Nerf, Nerf Laser Ops Pro. Nerf Laser Guns. Eigenlijk doe ik hier niet genoeg mee, want deze is best wel leuk om te gebruiken, want hier heb je toch geen kogels voor nodig. Eigenlijk, hier wordt echt, dit is echt underrated. Maar ik heb er hier twee van, want we hebben er zo twee bij elkaar gekocht. Alleen even opzoeken hoeveel het waard is. 200 euro. Jongens, I don't care, we schrijven het erbij. 200 euro. De vorige keer was het iets van 576 euro, denk ik. Dat er nu echt al op de helft en we zitten nog niet eens aan die. Oh shit, man. Stay tuned, ik ben echt heel benieuwd wat dat gaat worden. Oké, dus we hebben deze doos gehad. Tijd voor de grote, jongens. Kijk, jongens. Dit is hem. Vraag me niet waar ik hem gekocht heb. Dit is echt een waste of money. Op zich is het... Ja, het is echt een waste of money. Hij zit niet goed. Hij is echt klein. Hij is raar. Hij ziet er... Ja, hij ziet er gewoon goofy uit natuurlijk. Het is de enige die ik heb die je zo kunt houden. En dat is op zich wel nice. Ik denk dat het hammer action heet of zo. En hij kan ook open. Dat is dan eventueel wel cool. Maar het ziet er niet uit. Hij is niet handig. Dit is niet handig. Nerf Dinoscope Triceraplast.
12 euro. Ik zie er wel de mensen die het voor 25 pakken, zelfs 27 hier. Ik ga er tussenin, jongens. Ik ga die gewoon voor 20 terug opnieuw opschrijven. Ik vind dat ik die voor 20 wel kan kwijtraken. We don't know, okay? We don't know. Dit is de eerste van het bed, jongens. On to the next. Wij dus nog steeds aan het kijken. Hey man, shout-out naar jou. Je bent echt een gekke netje. Deze video gaat waarschijnlijk heel lang duren. Als je nu nog steeds aan het kijken bent en je gaat tot het einde kijken, word je ook gast. Ik apprecieer het oprecht. Oprecht. Next one. Deze vind ik persoonlijk nog altijd heel cool. Ik shot, what the fuck? Ik vind helemaal geen naam, but sure. Het coole aan deze is dat hij never action is. Dat je die zo moet bouwen. Wacht. Dat is gewoon cool, oké? Okay? De enige reden dat ik hem ook wou. Dan kan ik dus ook zo doen. Jongens, je kunt mij niet vertellen dat dat niet cool is. Het enige ding hier aan is dat het X-shot is, maar omdat het dus deze heeft, vind ik persoonlijk dat ik ze duurder zou kunnen verkopen. Ik ben alleen benieuwd wat Amazon ervan vindt. Hij staat hier op bol.com voor 19,85. Ik vind 20 euro goed. Nee, ik kan die volgens mij... Ik maak er 22 van. Er zit volgens mij nog 2 euro verzendkost op. 22, jongens. De volgende is, raad het maar, ook een lever action. Tadadaa! Deze is wel een beetje smoother qua lever action. De handle hier is een heel pak kleiner dan die andere. Dus het is een stuk moeilijker om dat te doen. Op zich gaat het nog. Bij die andere kon ik dat nog gewoon doen met mijn verleden gehaald. Maar bij deze moet ik echt één vinger ertussen steken. Anders gaat het gewoon niet. Hij is op zich totaal niet handig. Hij is gewoon cool. Hij is ook echt wel heel oud hoor. De Nerf Slingfire. Ik weet dat deze heel duur verkocht kan worden. Ik ga gewoon deze voor de duurste wat ik vind. $60. Dat is eigenlijk best wel veel. Jongens, ik vind het nice. Ik vind het nice. €60 voor de Nerf Slingfire. Hij is niet goed, maar hij is legendarisch. Drink je water, jongens. Hydrateer. Is gezond. Doe maar gelijk mij. Next one! Kijk jongens, deze zat ook nog in de vorige video. Ik denk dat die Slingfire en een paar van die pistooltjes dus de eerste nieuwe zijn. Dus stay tuned. Mega Double Breach. Er ziet er nice uit langs deze kant, minder langs die kant. Kutten is alleen dat die ook echt heel dun is. Daarom schiet ik dat dus nooit af. Hè. Ik raak dat gewoon direct kwijt. €29,95. Dat vind ik... dat vind ik spijtig. €30 it is. Oh shit, ik heb hier nog een handcannon liggen. Dat is voor dat waterpistool. Er komt gelukkig niks meer uit. €12, dat vind ik ook. Nou, dat vind ik decent. Ik ze €8 heb gegeven, dus dat is winst. Hè. Winst is winst, jongens. Next one! Oké, jongens, kijk. Dit is een van de eerste grote jongens. Ook al is dit geen grote jongens, hij ziet er wel nice uit. Maar hij is echt enorm skate. Dit ding was een van mijn eerste, denk ik. Hij ziet er nice uit. Hij is wel nice qua cosmetics. Maar hij is niet nice, jongens. Hij gebruikt een custom magazine, dus je kunt dit nergens anders in steken. Je kunt ook niks anders in het ding steken. Dus echt een scam, eigenlijk, maar. €35. Ja, ik vind het goed, 35. Dan gaan we over op onze eerste echte sniper, de Eagle Point. Hier zit normaal gezien een scope op, maar die zit ergens onder in die bak. En ik ga die er niet uithalen. Bolt action op dit ding is best wel nice. Als je hem naar achter trekt, ziet hij vanzelf terug naar voren. Je kunt de voorkant eraf halen om er andere dingen op te steken. Dit is volgens mij iets van een €25. Let's see. €25, hier €25 bol.com. €25 vind ik prima, we schrijven 25 op. Sorry. Met de volgende was ik de vorige video geëindigd, maar deze jongens. De minigun van X-Shot, wat ik de vorige keer zo hard op had geprezen dat die zo leuk was. Ze is niet leuk, koop ze niet. Ze zijn geen scam. Ze ziet er wel nice uit, maar je zou denken, wow, ziet er cool uit. Het is heel licht. Je schiet één keer en dan moet je de hele tijd zo. Het ding is luid, onhandig, maar het ziet er cool uit. Miniguns zijn sowieso niet meer van deze tijd, jongens. Miniguns zijn het niet meer. Ik denk dat ik er persoonlijk ook €25 of €30 aan gegeven heb, dat is wat tering veel is. Toen ik hem zag, had ik echt zoiets van, what? €35, ik vind het prima. We zijn een beetje het bed aan het opruimen dus. Blijf kijken, dan kan mijn hele bed opgeruimd worden. Crazy. Fortnite the man. Die zat ook nog in de vorige video. Ik heb die ook al heel lang. Ik denk dat die persoonlijk maar €25 was. Ik ben niet zo heel goed aan het gaan qua prijs. Maar gewoon omdat deze groter was en omdat ik deze leuker vond, vind ik dat die boven de minigun staat. Bijna alles staat boven de minigun. €36,99, €40 zelfs. Jongens, als het er voor 40 staat, vind ik dat wij ook 40 mogen vragen. Dus ik schrijf 40 op. Nou, even te goeie. Toppie! Als we dan toch over Fortnite bezig zijn. Piepieuw! De Scar, jongens. Dit is wel niet de juiste mic. Ik heb hem hier, jongens. Dus deze mic hoort er niet bij. Die zit bij een ander wapen, wat ik hier nou ook nog heb liggen. Maar daar heb ik een andere mic in gestoken, omdat ik die gewoon mooier vond. Dus normaal gezien zit deze erbij. Het is mooi, het is gimmicky, het is de Scar, jongens. Het is gewoon de Scar, het is de OG Scar. 48. Insane. €48 vind ik helemaal prima. Als je nu al aan bijhouden bent hoeveel dat het bedrag is, mag je het altijd laten weten in de comments. De timestamp erbij zetten, want dan weet ik het ook. Ik heb hier zo'n klein opening, zodat je mooi kunt kijken of er jams of malfunctions zijn. Ik ben echt zo'n nerd geworden en zo. Dat is echt erg.
oké, jongens, we hebben net de Eagle Point gehad van Nur. En dat was eigenlijk onze eerste echte sniper. Maar wat ik persoonlijk vind, is dat deze sniper... Dit is een betere sniper, oké? Dit is veel groter, zoals jullie zien. De grip is wel kut. Ik heb geen idee hoe die heet. Bolt action voelt heel nice aan. Je moet echt serieuze kracht zetten om naar achter te trekken. En dat schiet natuurlijk ook ver. Want X-Shot, persoonlijk vind ik dat X-Shot veel beter schiet dan Nerf. Maar het gaat mij niet echt om wat schieten. Het is meer gewoon voor de feeling en zo. Alleen is deze grip echt kut. Als je je hand hier houdt, dan heb je zo de mag vast. En dat is slecht voor het primen en shit. En hier, dat is gewoon te ver. En dan heb je dit kut ding. Hij is raar ontworpen, maar het werkt wel. Je kunt de scope er ook afhalen en weer andere dingetjes opzetten. Ben ik heel benieuwd hoeveel dat deze kost. X-Shot Ranger op Walmart. Oké, dan 27 toe normaal. Gast, 58 euro. Ben je helemaal op je kopgeval? Jongens, ik vind het prima. Ik zet hem erbij, 58. Oh, dat is gekke winst. De volgende vind ik persoonlijk een van de raarste. Misschien niet de kutste die ik heb. Het is deze. Deze is het volgens mij ook in de vorige video. Ik heb eigenlijk geen idee. Nerf Flipshot Flip 16. Jee, zo'n raar ding. Dit ding hier van boven kun je dan ook nog wel eruit halen. En dan is het een stok. Yeah. Deze stok is persoonlijk echt niet, zoals je ziet. Hij buigt heel snel. Ziet er op zich wel nice uit. Het is heel bulk. Uw hand is echt heel, heel breed. Ik vind dat deze bolt action wel echt insane is. Ver naar achter en goed naar voren. Hij schiet dus ook twee kogels tegelijkertijd af. Je kunt die trigger zeg maar zo induwen en dan schiet er één kogel af. En je kunt de trigger volledig induwen en schiet de tweede kogel af. Natuurlijk, als je gewoon in één keer induwt, gaan ze er al twee in één keer uit. Ik vind het een heel raar concept. Ik snap echt niet waarin dit bestaat. Ik heb dit ding ooit in een kruidvat gekocht voor like 15 euro. Toen had ik echt zoiets van, ik moet dat meepakken. Klavertje 4 verkoopt ze voor 50 euro. Hoe doe ik dit normaal? Klavertje 4, is dat geen school? Ik zie ze hier overal staan voor 18 en voor 25 euro. 60 euro, ben jij jullie helemaal op jullie kop gevallen? 20 euro en 60 euro, wat zit er tussenin? 40. Dus wat gaan wij vragen? 42, jong. Ja, want we zijn gewoon gierig en we willen geld. Oké, jongens, we zijn bijna op het einde gekomen. De laatste 5 liggen hier nu. Spannend. De Nerf Dominator. Insane. Is van de Zombie Strike series, denk ik. Je kunt dit ding dus losdraaien en er aan drie kanten opzetten. Origineel zat het er gewoon van voorop. Het doet mij gewoon een beetje denken aan zo'n grenade launcher. Ook al, ja, dat is gewoon omdat die... Laat mij, oké. Het ding was vroeger heel cool en schiet nu totaal niet meer goed. Kijk, auto. Als ik deze kwijt kan aan iemand, sure, maar ik ga... Maar de persoon die hem koopt, die gaat zich heel opgelucht voelen dan. 50 euro, jongens. 50 euro vind ik helemaal prima. Die ga ik nooit kunnen verkopen voor 50 euro. Ik ben de volgorde eigenlijk ook een beetje aan het bepalen naar hoe graag ik deze wapens eigenlijk heb. Althans, de volgende die vind ik echt zo kut. Deze is wel, ziet er heel cool uit. Dit is pas een scam, jongens. Ik heb dit in de Toy Champs zien staan voor 75 euro. Ik ga niet onder de 75 euro gaan voor dit ding. Je moet er ook nog eens 6,5 vol batterijen zijn van die big chunk boys, hè. Het is Nerf Ultra, dus dat is sowieso een scam. Alles van Ultra moet je niks van Ultra kopen, jongens. Dit ding is dat ooit in de kruidvat voor 20 euro. Toen heb ik ze ook gehaald. 20 euro, jongens, naar 75. Besef je dat wel. Maar alzien gaat hij dan... Prum, prum, prum. Dat is het snelste wat je ermee kunt zien. Nee, eigenlijk alsof het zo... Het is niet zo. Ik weet dat ze in de winkel staat voor 75 euro, dus ik ga niet onder de 75 euro gaan. 57, 52, 28, 60 euro. Ik weet dat ze er voor 75 staat, ik ga 75 pakken. Wat een scam is dit ding, jongens. Als jullie mij kunnen scammen, ga ik jullie ook scammen. En dit is niet naar jullie, maar naar de winkel. Snap je? Zijn we aangekomen bij de laatste drie, jongens. Deze laatste drie zijn alle drie wel echt heel leuk. We gaan beginnen met deze. Deze vind ik persoonlijk, hij ziet er misschien een beetje gek uit, maar tegelijkertijd ook heel cool. Ik weet dat ik hier voor 40 euro gegeven heb. Dus er zaten twee soorten kogels bij. Hè. Deze, de kleintjes, die ook juist had afgeschoten. Deze, kijk, die zijn wel cute. Er zat dus ook zo een grotere mag bij van dezelfde kleur. Maar dat ook van die grote darts insteken. Maar die steekt in de volgende, dus die zijn hetzelfde zoals ik. Jullie zien dit ding hier. Dus kan die er zo insteken. En heb je hier een hendeltje om dat eruit te halen. Of hier een hendeltje om dat de volledige ding eruit te halen. Dan kan je die andere mag erin steken. Hij is tering uit. Hij ziet er ook echt heel cool uit. Geef het toen naar achter trekken. Sorry, maar dat ben ik gewoon fans. Hier zaten dus twee van die Iron Sights bij. Die andere ben ik voorlopig even kwijt. Ik weet niet wat de naam is. Er staan allemaal gekke cijfertjes op. So, let's zoek online. Ik weet dat ik er 40 voor gegeven heb, dus ik ga niet onder de 40. Hier, de Dreamlands verkoopt me ook voor 50 euro. En dat is ongeveer het beste wat ik kan vinden. Dus ik ga ook gewoon met 40 euro moeten gaan. Ik spijt dat ik ze niet voor meer kan verkopen. Maar deze wordt dus nog steeds verkocht, dus het is niet zo heel raar. Oh, ik heb zo'n lang meisje nu. Dit is allemaal geld, gast. Hou hem niet tegen. De laatste twee. Deze vind ik persoonlijk het allercoolste wat ik heb. Dit is ook een van de meest recente wat ik heb. Ook een hele oude nog, want ik heb deze overgekocht van iemand. Kijk joh, kijk dit pareltje. Kijk hoe mooi. Dit is by the way die andere mag. Er zitten ook van die rode kogels in van die andere van de juist. Maar deze, als is dat deze mag, gezien er dus bij. Maar het ziet er niet uit, het ziet er niet uit.
Ik heb die batterij van die Big Chunk Ultra hierin gestoken, want deze is gewoon zoveel meer waard. Ik heb deze ook overgekocht met allemaal attachments. Dus dit zit er niet op, dit ding zat er niet op en deze scope ook. Dus normaal zien ze het zo en dan kun je deze ook nog eens insnappen zo. Zelfs dan is het gewoon een nice ding. Hij is ook gewoon volledig automatisch. Alleen ziet hij niet zo heel snel, ik zal het even voordoen. Dat is wel nice, dat is wel nice. Ik heb geen idee hoeveel deze nog waard is, maar hij is al heel oud en ze wordt al heel lang niet meer verkocht. Want dit is nog van de originele N-Strike series, denk ik. Ik ga al die dingen er even terug opsteken. Ik wou zo graag gewoon eentje wat je van die mods op kunt steken. Ik wil gewoon meer van die wapens hebben waar ik zo'n ding op kan aanpassen, want dat is gewoon cool, jongen. 85,59. Tuurling! Dat is veel, ik ga er 86 van maken. Dat ding is 86 euro waard. En zeker met... Nee, weet je wat? Met die attachments erbij, hè, durf het bijna niet te zeggen. Ik wil eigenlijk voor die 100 euro gaan, jongens. 100 euro. Ik ga er 100 van maken. 100 euro. Dit ding is al 100 waard. Piep, piep, piep. En dan, oeh, spannend jongens, de laatste. Oeh. Dit is gewoon de allercoolste die ik heb. Kijk, is alleen dat ik deze volgens mij nog nooit in een video heb laten zien, ondanks dat al die anderen er bijna wel in hebben gezeten. Niet de vorige review video natuurlijk, maar gewoon in het algemeen, want ik update jullie ook regelmatig over welke dingen dat ik koop. Over deze heb ik dus wel ooit een video gemaakt, alleen heb ik die nooit online gezet, want die shit werkte gewoon niet. De volgende is de coolste wat ik heb, maar hij schiet alleen niet. Magazine shit doet het gewoon niet. Gewoon puur, er is ergens een gekke helikopter aan het overvliegen of zo. Deze is gewoon puur voor aesthetic en voor gewoon show-off, want deze is gewoon cool. Hij is gewoon cool, jongens. Kijk dit dan, gast. Een volledige Nerf Sniper. Die andere twee, die zijn hier niks tegen. Dit is zo... Dit ding is zo cool. Holy teer. Weet je nog toen ik daar straks de Eagle Point vast had bij die andere en ik zei dat je zo de barrel eraf kan doen? Dat kun je bij deze normaal zien ook, maar als ik hier aan de weg kan kraken... Ik ben hem echt helemaal gepollend. Scope kun je dus ook afhalen. Je kunt je ook zetten op die andere. Je kunt die andere scope opzetten. Vond ik vind ik ze zo ook wel cool. Dit is puur aesthetisch, jongens. Kut is, er een magazijntje bij van 6 kogels. Ding is alleen dat hij er van binnen... Ja, van binnen doet hij het niet of zo. Ik steek hier kogels in. Shit, doet het gewoon niet. Je kunt er bijna alle soorten magazines insteken. Doe ik hem erop. Ja, ik voel gewoon al dat ik heb die kogel gewoon helemaal volledig gepusht. Doet niks. De kogel zit hier dus nog steeds. Ik weet niet waarom. Shit is kapot. Ik heb er zoveel naar gekeken. Ik heb het opgezocht. Ik ben gelukkig niet de enige met het probleem. Het is niet te fixen zolang dat je dat ding niet opendraait. En dat ga ik zeker niet doen. Want we hebben gezien in de vorige video van die knop dat dat geen goed idee is. Dit is de Nerf Longstrike Modulus. Dus deze is ook gewoon 78 euro. Als die daar al voor 78 euro staat. Ik wil echt weten of dat mijn originele Longstrike waard is. 99,95. 100 euro jongens. De big kers op onze taart. 100 euro. We zijn aan het einde gekomen, jongens. Ons volledige lijstje aan getalletjes mogen we nu gaan samentellen. Insane! De vorige keer zaten we op 576 euro. Laat even achter in de comments wat je denkt dat het nu gaat zijn. En dan gaan we nu tellen hoeveel dat het is. Plus. Oké, jongens, het staat er allemaal in. Jullie mogen het als eerste zien. Dat zijn heel veel nummertjes. 1202,29 euro. Holy... 1202 euro. Pff, dat is gekke winst als ik dat allemaal verkoop. Ik ga die shit nooit allemaal verkopen. Er zijn er wel een paar die ik echt gewoon niet meer wil. Dus hey, hit me up. Volg me op Instagram. Dan kun je mij een DM sturen als je geen wilt. 1200 euro, gast. Ik ben heel blij dat ik deze video gemaakt heb. Ik hoop echt dat jullie hiervan genoten hebben. En dan hoop ik dat jullie deze video misschien nog gaan kijken. Ik hoop echt dat deze video niet te lang duurt. Ik ben fucking 55 minuten aan het opnemen. Like er dan maar neer. En tot de volgende keer, jongens. 1202 euro, what the fuck?